Goedenavond, iedereen welkom. Mijn naam is Steve, ik ben zaken Kleine van Hotel Marienkapel en namens HMK nodig ik om uit voor deze mooie avond. Wij hebben Marcel Pinas uit Suriname op bezoek. Hij gaat bij ons een residency doen, zoals het zo mooi heet bij ons. En dat gaat dan uitmonden in een tentoonstelling die bij ons op vrijdag 7 december zal openen. In de tussentijd zijn jullie ook welkom om de kapel te bekijken, zijn werkwijze te bekijken, ook in gesprek te gaan met Marcel. En dat kan van donderdag tot en met zondag, zijn we open van 1 tot 5. We gaan luisteren naar Marcel en hij gaat een lezing geven over het afhaakschip. Ik geef het ook aan Marcel. Ja. Goedenavond. Ik wil bedanken voor de mogelijkheid dat ik hier een residentie mag doen voor een man. Ik moet ook Vincent Afarbron bedanken, want ik ben daar iets vanaf 2005 verloren. Voor het vertrouwen in wat ik doe en die het proces jaren hebben ondersteund. Ik wil ook een vriend van mij bedanken die de moeite heeft genomen om helemaal uit Amsterdam te komen. Er komen nog een paar. PJ is er. Deze drie zijn helaas ook in Mongo geweest, hebben residency daar gedaan. En die zijn daar in de langkamer ook in Mongo familie geworden. Als de thema naar Suriname komt, Mongo heeft besloten, dan ontstaat er een bank. En gelukkig voelen mensen die energie die daar is en dat kunnen ze niet meer losgekoppeld worden. Dus dat blijft het dan voor de familie groeit en erfgoed. Vandaag ga ik een beetje praten over een onderdeel van het werk dat ik doe is groter, maar we gaan een fragment daaruit bespreken, Iberia cultuur. Iberia cultuur is in het Balkans, is behoud van cultuur. Arts and culture for development, kunst en cultuur voor ontwikkeling. Sorry dat het een beetje mix is, is Engels, mix Nederlands. En soms heb ik het in het Engels, maar ik heb niet genoeg tijd om alles te vertalen weer in Nederlands. Dus. En als kunstenaar ben ik begonnen gewoon als kunstenaar, maar puur men, doordat organisatie het proces willen ondersteunen. Daar was ik van die stap om een stichting ervan te maken. Dus vandaar Stichting Kibies, zeg maar, dat is de organisatie waar alles om heen draait. Een stukje over geschiedenis van Suriname. Suriname zit in, voor de mensen die het niet weten, Suriname zit in noord van Zuid-Amerika. Beneden hebben we Brazil, links Guyana, rechts van Guyana. En je moet je voorstellen, de samenstelling van de community in Suriname is mixed. Negers werden gehaald uit Afrika, die kwamen naar Suriname, maar na de afschaffing van de slavernij kwamen er arbeiders uit China, India, Indonesië, uit Libanon. Weet je, de Suriname is een soort mix. Maar zeg maar de Maron-gemeenschap die wonen dan in het midden van Suriname, midden centraal en in het oosten. En dan ik kom dan uit het oosten, Mungo, bijna grens met Frans-Guyana. En eigenlijk moet je voorstellen dat zeg maar de Maron gemeenschap en de inheemse, de Maron gemeenschap, dat zijn slaven, die zijn weggevlucht het bos in en die hebben daar hun eigen cultuur ontwikkeld. Maar die, als je zou kijken met het Westen, dan zou je zeggen van oh, die zijn achtergesteld. Want die weten heel weinig over computer, over ontwikkelingen en zo. Dus waardoor we eigenlijk
in principe niet mee tellen in de ontwikkeling van Suriname. Maar en in principe daarom gebruik ik mijn kunstwerk ook om die mensen een stem te geven. Dus door middel van mijn kunstwerk kom ik ook voor directe van de mensen in de buurt. Dit is de environment waar ik ben gegroeid. Ik ben opgegroeid. Dit is, weet je, dat we leven van de natuur. Natuur is eigenlijk alles voor ons. Dat betekent heel veel voor ons. Dat is onze supermarkt, dat is onze Albert Heijn, dat is onze gamma, dat is onze farmacie. Dus daarvan leven wij. In principe de manier hoe wij in het binnenland leven, dus dat probeer ik mensen uit te leggen. Dat dat zo bijzonder is. En dat kan, de manier hoe we daar leven, dat kan een oplossing zijn voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd in de wereld. Als je kijkt naar technologie, ja toch? Want we gebruiken zoveel dingen. Die uitlaatgassen, die ozonlaag, die worden aangetast. Weet je, ik kan me herinneren toen ik op de Rijksacademie zat. Mensen spraken over biologisch eten. Dus ik kon het niet snappen wat biologisch eten was. Dus op een dag zeiden ze van, Marshall, dus toen ik zo vroeg van wat biologisch eten precies was, zei ze, Marshall, biologisch eten is het natuurlijk en dat. Dus na de uitleg zei hij van, maar daar zijn jullie achter. Een biologisch eten, dat is iets waarmee ik ben opgegroeid. En dat is nu dicht in Nederland, in Europa. Dus jullie kunnen heel veel van ons zeggen. Ja toch? Als je het zo kijkt. Dus in principe, dus de manier van hoe wij leven, dat is het ideaal. Voor de wereld. Ik kom uit een dorp in de buurt van Mungo, omgeving Mungo, dus dat was mijn wereld, een Curalco, Boksis stadje. Weet je, ik droomde toen om mijnbouwkundig ingenieur te worden. Dus mij ging vaak tekenen, dus op die moment tekenen schoolsmiddags. Op die moment zat ik op universiteit, maar toen die andere vrienden van mij die niet op school zaten, die zouden naar Frans-Guyana gaan voor expo. En ik mocht niet mee. En dat deed pijn. Dus op een moment zei ik van, weet je, dan laat ik maar de universiteit. Mijn moeder, mijn vader, die waren echt boos. En die zeiden van, ja, kunstenaars zijn gekke mensen. Je hoort zeker een zwerver. Maar na een paar jaartjes kreeg ik wel een beurs om te gaan studeren in Jamaica. Zeg maar, in 1986 had je de Binnenlandse Oorlog, dus dat moet je voorstellen. Die persoon die in de Binnenlandse Oorlog vocht tegen de dictator toen, die komt uit het gebied waar hij vandaan kwam. Dus en, op een moment was er een zoektocht naar die guerrilla-leider. Dus dat betekent een heleboel problemen. Mensen moesten vluchten, dorpen werden in brand gestoken, hospitaal, bruggen, scholen afgebrand. Dus, en dat heeft ongeveer na 6 jaar geduurd. Dus vluchtelingen van Suriname en Paramaribo. En dat heeft gezorgd voor een heel groot probleem in Suriname. Want de criminaliteit van de Maroon-gemeenschap, dus meer dan 50% van mensen in gevangenis, die komen uit het binnenland van Suriname. En werkloosheid, identiteitscrisis. Weet je, dat zijn dingen, discriminatie, stigmatisatie. Dus dat zijn dingen waarmee wij worden geconfronteerd. 92, 93. Ik ben zelf 2 keer opgepakt door de politie, omdat ik weet wat ik combineer. Maar de hand leek dat ik een kunstenaar had. Dus ik had een voice. Dus dat was de krant, de televisie. En dat is geen goed gevoel dat je wordt opgepakt. En mishandel, weet je, dat moet je voorstellen hoeveel mensen dat gevoel meemaken en invoeren. Weet je, en dat vind ik wel bijzonder om anderen daarvoor te vragen. Dus in die periode van Jamaica heb ik in principe mezelf afgevraagd wie ik ben, wie is Marshall Pinas. Onderzoek gedaan naar wie ik ben.
En in principe in Jamaica, want ik was kunstenaar, maar wat ik maakte was meer toeristische kunst. Maar in Jamaica zeiden ze van, je moet iets maken dat een toegevoegde waarde is voor de wereld. Dus daar ga je naar jezelf kijken en vragen. Dus dat heeft 2 jaar geduurd voordat ik iets kon bedenken, kon uitvinden. Maar in die hele zoektocht, weet je, ben ik heel wat dingen tegengekomen over mijn cultuur. Want weet je, dus je moet nagaan vanaf de slavernij. Tot nu toe in Suriname is het berg afwaarts gegaan met de Maroon-gemeenschap. Die zelfvertrouwen. Weet je, wanneer mensen zeggen van, hé, je bent dom, dan ga je langzaam gaan geloven. Wanneer je geen stem hebt, dan ga je langzaam ook geloven dat je niks bent. Weet je, dus, maar door die zoektocht ben ik dingen tegengekomen en zeg van, wauw, we zijn bijzonder. Als je kijkt naar de manier hoe wij leven, wat we doen, we zijn zo apart, we zijn zo anders. Dus toen dacht ik van, hé, dit kan ik gebruiken. Je moet keus om anders te zijn, om apart te zijn, om uniek te zijn. Maar ik wist ook dat in een hele proces, voordat mensen gaan begrijpen wat ik doe, dat het jaren gaat duren. Misschien maak ik het niet mee. Maar het is gewoon een kwestie van doorzetten. Want wanneer mensen bepaalde dingen zien, gaan ze niet herkennen. En dat is het. Dat is ook wat er is gebeurd op de Rijksacademie. Dat is de eerste keer dat ik daar sla. Weet je, kreeg ik mensen uit Amerika, uit Engeland. En die kwamen naar me toe en die snapten niet waar ik bezig was. Die zeiden van, liever ga je weer naar Suriname hoor, want wat je hier doet, is geen aansluiting op wat er gebeurt in Amsterdam of in Europa. Waarom schilder je niet als Picasso of als Rembrandt? Dan zeg ik ze van, nee, ik ben Marcel Pinas. En Marcel Pinas, bijvoorbeeld de Maroon-gemeenschap. De Maroon-gemeenschap zit in Suriname. En Suriname is ook wel onderdeel van de wereld. Dus wij hebben ook een voice. We hebben ook iets toe te voegen aan wat er is in de wereld. Dus zo ben ik, zeg maar, die objecten gaan onderzoeken. We gaan straks een paar voorbeelden zien van die objecten. Bijvoorbeeld die hoofdherwerkmotieven van die deuren, dus daar haal ik dingen van en dan maak ik keus daarmee. Weet je, dit zijn die kindermotieven. Maar deze dingen die verdwijnen ook. Bijvoorbeeld dit zijn objecten, dit is een culturele plek in de Maroon-gemeenschap waar er wordt gecommuniceerd met de voorouder, dus wanneer we hulp nodig hebben, dan gaan we hier klein offer brengen. En vraag voor hulp. Weet je, kom ik hier met onze voorouders. En dit hebben ze jaren, honderden jaren gebruikt. Rituelen, weet je, dat er verschillende rituelen werden beoefend. Dus dat zijn allemaal inspiratiebron, zeg maar, voor mijn kunstwerk. En natuurlijk het afakasteren. Dus al deze dingen zijn dingen waarop ik trots ben, dat ik zeg van wauw, dit is iets waar ik trots op ben. Dit is iets dat uniek is. Dit is iets dat je nergens anders hebt in de wereld. Dus wanneer je mijn kunstwerk ziet, dat is nergens anders in de wereld. Het is uniek, het is origineel. Ik weet dat de tijd gaat nemen voor mensen om het te begrijpen. Maar het is gewoon een kwestie van doorzetten, doorgaan. De vakantieschrift, dus dat is iets waarop ik trots ben. Het is een schrift dat is ontwikkeld aan het begin van de 20e eeuw door meneer Afaka, dat hij een droom heeft gehad in het binnenland van Suriname, dat hij een schrift moet ontwikkelen voor zijn community om het analfabetisme tegen te gaan. Weet je dat de man daar zat in het bos en dat hij wist dat hij een schrift moet ontwikkelen voor zijn eigen mensen. Weet je, die man was gewoon een genius. Dat is iets om trots op te zijn. Dat is iets om de wereld te laten zien. Maar dat is ook iets voor mijn eigen mensen die het ook niet weten. Dat iemand ooit in het bos een schrift heeft ontwikkeld voor zijn eigen volgeling. Weet je, dus dan moet je nagaan, die identiteitscrisis. Wat
er is onder de Marokkaanse gemeenschap. En dat je bezig bent met het afagaskript, dan gaan ze zien van wauw, iemand toen heeft het gedaan. Dus, dat is hoe ik met ze praat. Wanneer de kinderen komen voor een rondleiding gaan, jullie zijn dom. Zeg maar, hoe bedoelt u? En dom? Ik zeg, ja, je bent dom, wat heb je bereikt? Je hebt nog niets bereikt. Kijk naar je voorouders. In het bos. Ze hebben ze zoveel dingen ontwikkeld. En kijk nu, we hebben licht. We hebben computer. We hebben internet. En wat doen we? Meer dan 50% van de gevangenis, maar we geven onze voorouders kansen. Weet je, dus vandaar die drijft eigenlijk om, zeg maar, het afagaskript te gaan gebruiken. Mensen bewust te maken. Want wanneer ze het zien, dan gaan we, wat is dit? Weet je, dus dat is de eerste reactie van, wat de hel is dit? En dan komt het los. Oh, het afagaskript. Wat is het afagaskript? Schrift is een schrift. Dus en dat doe je dan door middel van een kunstwerk. En zeg maar, je hebt verschillende vormen van het afakaschrift, dat is niet zo. Weet je, dit is zeg maar de sleutel van het afakaschrift. Bestaat er dan 56 tekens en hiermee moet je dan gaan communiceren. Het was ook een geheimschrift. Dat we met elkaar konden communiceren zonder dat mensen daar buiten konden weten waarover we spraken. Mag ik iets vragen? Hoe is het gekoppeld aan het spreken? Oké, daar komen we nu. Dus oké, dit zijn. Zijn 56 tekens. En die 56 tekens bijvoorbeeld, dit betekent go. Ja? En dan ga je straks zien hoe we ermee gaan communiceren. Dus met verschillende tekens ga je een woord vormen. En met verschillende tekens ga je een zin maken. Ja? Maar die man was ook, hij was slim, want je moet kijken, go. Dan moet je kijken wat er gaat gebeuren. Dit is kom. Weet je, go, die streep die gaat weg van jou. Dat is een beetje logica ook. Kom, die streep komt naar jou toe. En zo bepaalde dingen die jij afgeleid uit het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld dit is B. B, wanneer we zeggen B is buik. Weet je, zwangere vrouw is, weet je, is, snap je? En toe. Weet je, twee strepen is toe, Maar dan heb je dan ook voor. Dat is vier strepen, is ook voor. Begrijp je? Dus zo heeft hij eigenlijk het script ontwikkeld. En dus bijvoorbeeld dit is dan hoe je ermee schrijft. IBW is eigenlijk, dit is het orgaan. IBW. Dus die eerste teken daar staat voor T, die tweede staat voor B, die derde is voor B. Dat betekent eigenlijk bescherm ons. Dus met die 56 teken kan je alles schrijven in een elkaar. En dan moeten we dan dat vertalen voor andere mensen om te kunnen begrijpen waarover we praten. Dus dit is mi ogo. Hoe zeg je dit in het Nederlands? Ik zal gaan. Ik ga. Begrijp je? En dit is bijvoorbeeld kaba. Je kan zeggen dat is op of stop. Soms bepaalde woorden hebben twee betekenissen. Kaba. Het is op of kaba. Dit is stop. Stop er niet. Het is genoeg. Weet je, dus zo heb je dan die verschillende tekst. Bijvoorbeeld dit, ik moest dit vertalen voor iemand die dan een restaurant wil beginnen en die wil dan tekst hebben op de wand van het restaurant. En dan zie je, dus liefde, dan moet je het vertalen naar het elkaar, dat is lobby. Weet je, dan heb je twee tekens daarvoor nodig.
Hier heb ik eigenlijk ook de sleutel van het orkestje. Ik heb nu ook een beetje kijken. Even doorgeven. Ja. Stuk voor stuk of op dienst gegaan? Ja, stuk voor stuk. Ja. En dan zie je weer verschillende. Bijvoorbeeld blijdschap. Wij zeggen dan polo. En dan, dit zijn al die tekens waarmee je dan polo, die blijdschap. Vrede, vie. Dus dat is hoe wij het zeggen. Dus dan heb je verschillende tekens om dat aan te geven. Langmoedigheid, safu ati. Dus alles moet je dan vertalen naar het orkest. En dan kan je daarmee verder. En zo heb je dan verschillende woorden die je dan allemaal zou kunnen vertalen in, zeg maar, het orkestje. En natuurlijk, wat voor mij belangrijk is, soms is het zo dat ik niet per se iets ermee wil aangeven, van een tekst ermee wil schrijven. Want kijk, wat ik als kunstenaar kan je niet altijd iets ermee gaan schrijven. Soms kijk je gewoon naar de visuele kwaliteit van bepaalde tekens. Dus dat komt ook vaak voor dat ik zeg maar bepaalde tekens vaker gebruik dan bepaalde. Vanwege die makkelijkheid. Dus voor mij is het heel belangrijk dat het terugkomt. Dus dit is ook een manier van iets in leven houden. Weet je wat? Je ziet het in een museum, je ziet het in een boek. Weet je? En dan ga je zelf afvragen van wat dit is. En vaak gebruik ik ook in combinatie met houtsnijwerkmotieven. Bijvoorbeeld dit zijn dan houtsnijwerkmotieven van die deur. Die ik dan vereenvoudig. Soms zijn er gekleurde motieven, maar dan maak ik twee kleuren ervan. Ik heb de symbolen nodig om dan iets nieuws te gaan ontwikkelen. En ik moet je zeggen, het is niet makkelijk. Maar dit is iets. Een portret tekenen is makkelijker dan dit. Want je weet nooit wanneer het goed is. Want het is iets nieuws. Ja, toch? En dat maakt het soms heel moeilijk. Wanneer je scheppend bezig bent. Maar voor mij was het interessant. Want in principe, door het gevecht op de Rijksacademie, over, na 2 jaar beseften ze van, weet je, dit is iets origineel, dit is iets uniek. Maar dan vond ik het ook fijn. Want dan kan ik mensen een beetje vertellen over mijn cultuur. Maar dan kan ik mensen ook een beetje bewust maken. Dan kan ik ook mensen ook een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ik weet het beter. Ja, dan, want ik moet jou uitleggen wat ik heb gedaan. Ja, toch? En dat vinden bepaalde mensen niet leuk. Want die willen jou altijd. Die willen jou altijd vertellen wat je hebt gedaan. Weet je, en zo speel ik dan ermee met die tekens, dan maak ik verschillende composities, ik speel met die grootte. Weet je, maar feit, het blijft leven. De titel van dit werkstuk is Afakabuku, dus ik heb verschillende vakken gemaakt. En het is een proces. En nog steeds heb ik nog niet bereikt wat ik moet bereiken. Dus constant zie je andere dingen die je niet kan evenaren. En dat maakt het spannender, want altijd zie je dingen in je hoofd die je dan wil realiseren, maar niet altijd lukt het. Dus en dan blijf je doorgaan. Maar ik kom me zeg maar bezig met zeg maar, afgeschreven in verschillende vormen. Maar op een gegeven moment, wat er ook gebeurt, is dat zeg maar, de boodschap, zoals ik eerder heb aangegeven, als ik schilderijen maak, weet je, dan kom ik in contact met, alleen maar rijke mensen. Wie gaat naar een galerie? Wie gaat naar een museum?
mijn neefjes en mijn neefjes die uit die ghetto komen. Niet die mensen die uit die dorpen komen. Hoe bereik ik die mensen? Dus dan maak ik die stap naar buitenobjecten. Maar het is niet zomaar ook buitenobjecten. Dit zijn dan objecten waarbij ik het afakastrift gebruik om een boodschap weer te geven. Weet je, dit gaat eigenlijk over het binnenland, wat er allemaal gebeurt. Met die vervuiling, gebruiken van kwik, om goud te zoeken, vervuilen van de rivier. En wat zijn die gevolgen? Dus dit wel een stuk zal bij belangrijker ingaan naar het binnenland. Waar die goudzoekers, waar mensen er naartoe gaan. En dan zien ze die vormen. En dan zijn ze nieuwsgierig. Wat houdt het in? Wat betekent het? Dus in principe ben je dan bezig om mensen bewust te maken van. Maar deze de mensen uit Mongo die daar wonen nu, deze die wel zoals het bedoelt? Voor hun is het ook nog steeds een vraagteken. Weet je, want zoals ik eerder heb aangegeven, ik werk voor twee groepen. Mijn eigen groep moet ik bewust maken van hun eigen waarden die ze niet begrijpen. En dat gaat nog een tijdje duren voordat ze het gaan snappen. Nu beginnen mensen langzaam te begrijpen. Wat ik doe, ik ben nu al in Mongo, is maar 9 jaar bezig. 9 jaar. Ja, dus nu pas begin je. Want weet je, kijk. Dit is nog een beetje abstract voor die mensen van die ghetto. Van kunst is niet. Ze zien kunst niet zo als mensen in het Westen het zien. Begrijp je dus? Maar die is een kiwi. Ik kan zijn kiwi, wibusi. Ja, ik kan zien hoe ze staan inderdaad. Dus. Beschermen ons oerwoud, beschermen ons grond. Ja, ik zie het. Ja, zo probeer ik dan die informatie te geven. Maar dan maak ik ze nieuwsgierig. Maar, en wat ik ook doe, de meeste werken die ik maak, is ook mensen leren. Want dan werk ik met kinderen. Ik werk met andere bevolkingsgroepen. Die dan meer te weten komen over het schrift. En dan natuurlijk probeer je aandacht te vragen voor een maatschappelijk probleem waarmee we worden geconfronteerd. Weet je, dit zijn de eerste afakatekens die we ook hebben gemaakt. En dit is het internaat waar ik op school zat. En hier gaan iedereen die vanuit Frans-Guyana naar Paramaribo gaan, die rijden hier langs. Weet je, daar worden ze ook ermee geconfronteerd. Verschillende vormen. Weet je, dat je mensen kan boeien. Wat belangrijk bij mij is, wanneer je mijn werkstuk ziet, moet het je ook triggeren. Dat je zegt van, wat de hel is dit? Dus daar komen die vraagtekens. En dan ga je stoppen, dan ga je kijken, onderzoeken wat het is. Wat is het voor materiaal? Dit is wat er staat. Weet je, dus dan ga je verder. Dus, dit is Afaka Kibisupo. Dus, Afaka beschermde lepels. Net als wat ik zei, er zijn verschillende manieren van bewaren, beschermen, conserveren. Je kan het conserveren, je kan het zetten in een bibliotheek voor mensen om te gaan lezen. Die mensen die lezen, die moeten het ergens anders zien. Dus je moet verschillende vormen zoeken om iedereen te bereiken. En dat is wat ik doe. Dat ik zeg maar een schip verder meeneem in alle soorten processen. Bijvoorbeeld, dit is ook een sieraad die ik heb ontwikkeld. Weet je, wanneer mensen het zien, zeggen van wauw, het is zo mooi, het is zo mooi. Begrijp je? Het is verschillende vormen. Welke taal is het nu? Dit is het in het Alkans. Alkans, van de Nederlands. Ja, wat ik ook doe, is dat ik gebruik de voorwerpen. Ik ga in de, we noemen het Jiko, is de famous belt in het dorp. Gebruik de voorwerpen voor jezelf. En dan haal ik het eruit en dan schrijf ik de tekst in het Afaka. En dan zet ik het in een tentoonstelling. En dat vinden ze het raar wanneer ik zeg, dit werkstuk heb ik verkocht voor $500, heel lang geleden. En dan zeg ik ze van, dit heb ik verkocht voor $500. Dan zeggen ze, je bent gek.
Nee, maar ik wil ze laten zien hoe waardevol hun cultuur is. Dat ze op een moment dat gaan beseffen. Waar staat de schroomhoor? Zeg maar, het is ook wel onderdeel van de marmcultuur. Het werd vroeger gebruikt als betaalmiddel en nu wordt het gebruikt om objecten te decoreren. Maar cultureel worden ook nog ermee betaald. Voor bepaalde culturele activiteiten moet je dan met die koolwieskel voor betalen. Dus daarom zeg ik kibri acultuur. Dus alles wat ik gebruik in mijn werk is een onderdeel van mijn cultuur. En natuurlijk wat er gebeurt, is dat doordat ik zo bezig ben, worden andere mensen ook getriggerd om naar hunzelf te kijken. Maar dan zeg ik van iedereen is uniek, iedereen die zijn cultuur, kijk wie je bent en ontwikkel dat. En weet je, en dat vind ik wel leuk bij kinderen om hun bezig te houden met dit onderwerp. Mooi wanneer, weet je? En dan bij grote objecten. Dat wat ik ook doe, ik verwerk altijd iets van mijn cultuur, van de geschiedenis erin. Want dat vinden mensen fijn, wanneer ze bijvoorbeeld, dit is waar ze 39 oorspronkelijke mensen tijdens de Binnenlandse Oorlog hebben vermoord. Dus dat zeg ik van, er moet iets van ons cultuur terugkomen erin. Want dat is ook een voorbeeld voor de overheid in Suriname, wat ze doen. Wanneer ze geld hebben monumentaal dingen moeten bouwen, zie je niets terugkomen van de cultuur. En dan zeg ik van, jongens, maar dan gaan we de boot missen. Want als hier op Nederland leidt, dan gaat niemand van Nederland komen. Als hier op China gaat leiden, dan gaat niemand van China komen. Dus we moeten verder denken, we moeten ook aan toeristen denken, toeristische attractie. Dus laten wij onderdelen van onze cultuur in de nieuwbouw verwerken. Dan creëer je één werkgelegenheid voor die mensen, en dan neem je de cultuur mee. Weet je, daar blijft het interessant voor mensen om te komen bezoeken. Maar het is een proces. Dit is een close-up. Weet je, dus, en dan zie je het naam van de persoon en dan in het afkastschrift. En dit is ook dan een huisnijwerk. En dit is ook kibiwi. Dus eigenlijk beschermt ons van dat soort tafereelen dat er heeft zich afgespeeld in 1986, tijdens de Binnenlandse Oorlog. Weet je, dus en dan ga je verder met het Afrika-schrift. Weet je, dus het blijft een onderdeel van het. Je kijkt naar verschillende vormen, hoe je het vorm kan geven en toch nog interessanter. Dat het interessanter blijft. Okay. Het is ook een nieuw vorm, want wanneer. Maar je dan gaat kijken, wat is het? Wat zijn die symbolen? Wat voor gekke dingen zie je? Weet je, dus dan is het uitnodigend om meer te weten te komen. Maar je moet je voorstellen, dit is, voor Europa is dit nieuws. Nieuw. Maar voor mijn gemeenschap in Suriname, in het binnenland van Suriname, is het ook bijzonder. Want als zij zien van, oh Marcel, voor dit moet je helemaal naar Nederland gaan, Amsterdam, om dit op te zetten. Weet je, je moet een keukenkast gaan opzetten in New York. Weet je waar een Jennifer Lopez is? Weet je, dus dat soort dingen. Oké, dan betalen ze die tickets, hotel, echt waar, voor dat. Begrijp je? En dan gaan ze snappen van, oh, als dat belangrijk is, dan is mijn cultuur, is een onderdeel van mijn cultuur, dus dan ben ik ook belangrijk. En dat vind ik wel belangrijk, straks bij het museum, wanneer jullie zien hoe die kinderen komen. Dit zijn weer, dus elke keer probeer ik andere vormen uit te zoeken. En gelukkig heb ik Vincent ook mee te helpen denken, andere modellen zoeken, andere vormen, om toch het werk interessanter te, dat het interessant blijft. Ja. Dat het niet eentonig wordt, maar elke keer weer vernieuwen. En dan vind ik Nederland echt interessant. Want bijvoorbeeld op de reisacademie heb ik zoveel nieuwe dingen ontwikkeld. Dus technologie met geschiedenis, met historie. Weet je dat je idee hebt, maar hoe geef je het vorm?
En weet je, dit is ook een vorm met glaswerk, een leergang. Dus dit is ook een statement dat je maakt, dat je een tekst krijgt over hoe we omgaan met het milieu. Dat we zorgvuldig ermee moeten omgaan. Dat we moeten denken aan de volgende generatie die komt. Dat we niet alleen aan onszelf moeten denken. En dat is een probleem waarmee we zitten in de wereld. Want iedereen denkt alleen aan zichzelf. We kijken hoeveel rijke mensen er zijn en hoeveel mensen geen eten hebben. Dus in Mungo zeggen ze maar, je bent gek of je bent rijk. Je bent rijk, want zij denken aan zichzelf van wanneer zou ik in staat zijn om iemand anders te helpen. Dus ze komen naar mij, ze vragen geld, ik heb geen geld. Hoe heb je geen geld? En dan komen zoveel witte mensen bij je. Hoe heb je geen geld en dan organiseer je een heel groot festival. Met zulke dure instrumenten. En wil je zeggen dat je geen geld hebt? Ik zeg nee, ik heb geen geld. Dit is de manier van hoe ik leef. Weet je, en als we dat soort houding, als iedereen dat soort houding zou hebben, weet je, dan maken we van de wereld een betere plek. Ja toch, maar de mens, zo moet je nagaan, als een mens de eigenschap van water zou hebben, dan zou het ideaal zijn. Ja toch, water vertrouwen van hoog naar laag, zodat de... Dit is weer een andere vorm. En dit is een project dat ik heb gedaan, ook in Texas. Want daar leer je die kinderen ook over het Afakaschrift bij McAllen, het IMAS Museum. Dus dat ik daar een residentie heb gedaan. En dan praten over het Afakaschrift. Maar dan gaan ze ook nadenken over hun eigen cultuur. Dus dat is ook een stukje. Mochten zij ook schrijven? Ja, dus dan maken we een kopie. Ik vertel ze eerst, ik maak een kopie van het schrift en dan gaan ze daarmee aan de slag. En dit is ook een project dat we hebben gedaan in, met Ellen ook, bij het museum. En dat vind ik heel leuk, want dit soort projecten dat doe ik daar met de lokale mensen. Daar gaan we over praten. Maar dan gaan ze ook nadenken over de Mexicanen, over wie ze zijn, wat ze zijn. Weet je, dus dan trigger je ze een beetje, want de meeste van hen die zijn ook de hoop kwijt. Maar dan gaan ze weer nadenken over wie ze zijn. Dus het Afakaschrift is toch een heel belangrijk, is ook een heel belangrijk onderdeel in mijn carrière en het kunstwerk dat ik doe. Want dat maakt het toch bijzonder. Dit is Afakaschrift. Weet je, dat zijn weer andere vormen. Dat je, ja, dat je nadenkt en dan een beetje gaat experimenteren en dan wordt het iets. Weet je, en dat zijn alleen maar Afrika-tekens. Dus als ik in transfer ga, dan maak ik dit soort werken. Dan ga je erin, in de flow. En dan, het hoeft niks te betekenen, maar het gevoel, mensen moeten dat voelen. Dat er iets daar gebeurt en dan willen mensen gaan kijken wat het is. En wanneer je dichterbij komt, dan zie je dat het alleen maar die Afakaschrift is. Waarmee ik dan een beetje experimenteer. En er zijn zeg maar andere projecten waarmee ik bezig ben. Net als wat ik zeg van het share. Dat ik. Als ik schilderijen verkoop, dan geef ik geld. Als ik 1000 euro heb, dan ga ik naar de school en dan koop ik nieuwe schoenen, symbolisch. Want in deze periode, 2003, 2004, iedereen klaagde over binnenland van Suriname. Dat er alleen maar criminelen daar rondlopen. Maar dan ga ik naar de school waar ik ben opgegroeid, waar ik zat, eerste, tweede, derde klas. Dan zie je van, die kinderen hebben geen boeken, ze hebben geen papier, ze hebben niks. Maar hoe wil je de criminaliteit voorkomen? Dus rijden naar de stad, ga ik nadenken van hoe kan ik die kinderen ondersteunen? En dan verkoop ik schilderijen en dan, weet je, dan ga ik met die nieuwe schoenen. En dan ruil ik voor die oude schoenen, dan kijk ik die kinderen aan, maar wat gebeurt er met je? Weet je, daarna zie je ze lachen. Dan zeg ik van, je moet je best goed doen op school. Weet je, als je iemand liever kan helpen bepalen door een 5 euro of 10 euro schoen. Weet je, maar je investeert al in de toekomst. Maar dat kind gaat al van, hé, zo moet het leven zijn en moet leven met anderen.
Dit is ook een katapultenproject dat ik met kinderen heb gedaan. Die kinderen maken die katapulten. Ik ga weekend naar het dorp en dan zeg ik van hoeveel ga je een katapult maken? 1 euro, hoeveel ga je maken? 1,50, hoeveel maak ik 2 euro? Oké. Ik kom over 2 weken terug, want dan heb ik ook, oh ja, 50 gemaakt, 50 maakt, oké, kijk je geld. Hoeveel heb ik gemaakt? Zo 50 kreeg je geld. En dat gebeurt als er een tentoonstelling is, dan komen die katapulten in die tentoonstelling. Dan komt dat opnieuw in de krant. En de president, de vice-president, minister komt het openen en daarin zit thuis. En kijk, oh mama, kijk de minister, kijk mama, weet je. Maar dat kind, oh ik heb iets gedaan. Weet je, dus dan neem je dat kind mee in het hele proces. En dit is die lepel project. Heel belangrijk, want in die lepels heb ik ook allemaal afvakantiekens gekregen. Dus alle lepels, van die 10.000 zijn er allemaal tekens erin. En eigenlijk die lepel, afvakantiekens, dat is jouw kennis. Elk lepel symboliseert 1 persoon. En die afakatieken, dat is je kennis dat je hebt. En doordat de wind gaat waaien, dan gaan die lepels met elkaar botsen. Dat is wat ik nu met jullie doe, dat ik jullie vertel over mijn cultuur. Kennis overdraag. Weet je? En dus dat creëer je nieuwe dingen. Dan is het uniek, is het origineel, want het is nergens anders in de wereld. Al gaan mensen die lepels gebruiken, maar ze hebben het Afrikaans script niet gebruikt. Dus het blijft iets origineel. En als mensen meer erover willen weten, dan komen mensen naar de bron. En de bron is in Suriname. Dus, en dat werkt ook weer een stukje voor toerisme en bekendheid. Want deze kunstenaar willen toch waar het origineel is. Alle woorden die veel dingen, stop PG. Meestal wanneer ze daar komen, dan leren ze het zelf ook een beetje ontdekken. Maar dan is het ook niet als in Nederland waar je alles hebt. Dat je dingen kan bestellen online en je hebt 2-3 dagen. Dan ga je lang wachten. En het is ook, het gaat over kennis, die duizenden flessen. En dit project wordt ook door met kinderen gedaan. Die kinderen gaan het minder. En dan gaan ze ook praten over traditionele medicijnen. Weet je, dan gaan ze weer naar huis, dan gaan ze met ouders praten. Weet je, dan wanneer ze terugkomen, dan gaan we weer over praten. Dus. Wat zit daar mee? Is dat iets speciaals? Dus kijk, dit is die pan. Ja. Tijdens de slavernij, de controleheid. En nu is dat een onderdeel geworden van de Marron-cultuur. Die kunnen binnen ze mee. Die flessen werden gebonden om de inhoud van de fles te beschermen tegen zonlicht. Zodat de chemische samenstelling niet verandert. Want dat gebeurde wanneer het open was. Dus de zonlicht, dan gaat die chemische samenstelling veranderen. Weet je dat die mensen al zo slim waren? De panje noemen ze, de Franstalige, de West-Afrikanen die noemen hun panje ook panje. Oké, zie je, dus dat is echt een directe connectie. Ja, dat is een directe connectie. En in hierover heb ik het, weet je, die kennis overdragen. Dus per jaar komen er ongeveer 3000 kinderen naar het museum. En dan leren ze meer over het schrift, weet je, die overdragen. Het is niet het museum net als stedelijk hier, het is onze eigen museum. Dus een oud supermarkt hebben we omgezet tot het museum. En daardoor leer ik ze ook van, luister nou, om te goed doen met wat je hebt. Want in principe in het leven, het ideale moment is er nooit. Dus als we zouden wachten om een museum te beginnen en dat stedelijk museum, zou het nooit komen. Maar nu hebben we onze eigen museum. We kunnen die kennis overdragen. Die kennis overdragen kan plaatsvinden. Weet je, die kinderen komen, ze leren over flessen, ze leren over dieren, ze kijken naar documentaire, ze leren over rechten. Weet je, dat ze leren ze ook over het afakaskrip. Wat het is, waarom het belangrijk is. En dat zijn allemaal dingen waarmee je moet bezig houden. Dus niet dat je alleen gebruikt, maar dat je mensen over informatie voorziet. En dan gaan we verder, want dan ontwikkel je andere dingen. Want dan, zoals ik eerder heb gezegd, je hebt verschillende groepen mensen. En iedereen wil je toch op een of andere manier bereiken. Dus dan gaan we overgestapt naar Afaka Design. Weet je, het Afaka weer. Maar dan ga je meubel ontwikkelen. Sieraden ontwikkelen.
Maar je wil dat het hot moet worden. En als het hot wordt, dan is er een vraag ernaar. En als er vraag ernaar is, dan creëer je een bedrijf en dan creëer je werkgelegenheid. Weet je, dat is het hele concept. Zeg maar, die sieradenlijn, dat loopt nog niet, maar over 10 jaar dan gaat het wel lopen. Snap je? Dus je moet er toch een, long-term, weet je, vision. Dus wat je, dat hoeft niet direct te realiseren te worden. Dus en iedereen wil uniek zijn. Iedereen wil gewoon unieke sieraden. Iedereen wil een unieke schilderij hebben. Begrijp je? En dan kom je dan op die advocatiekes. Oké, dankjewel. En dat is ook vragen zijn.